zakelijk gezien doe ik interim management klussen en coaching aan individuen en groepen. Normaal werk ik bij bedrijven in huis. Nou, dat gaat nu niet door corona, dus ik werk nu veel gewoon vanuit huis. Dit is mijn kantoor thuis. Heel veel online, skypen, bellen natuurlijk, heel veel mails, maar ook andere social media. Daar heb ik best geluk mee dat het allemaal kan. Heel veel mensen hebben natuurlijk nu best slecht, zakelijk gezien. Ik had ook nog het geluk dat ik meteen al een nieuwe opdracht heb gescoord. Want afgelopen dinsdag was ik verplaatst bij mijn oude opdracht. En maandag ging ik alweer een nieuwe opdracht. Ook dat is best moeilijk in deze tijd. Dus daar mag ik mijn handen bij mee dichtknijpen. En dat betekent dat ik nu de komende dagen vrij heb. Dus dat is fijn. Dan kan ik andere dingen doen. Kijk, dat is het voordeel als je in Diepenveen woont. Dan heb je de ruimte. Ik heb nu ook de tijd. Dankzij corona. Dus ik heb wat tijd om lekker hard te lopen. Lekker door het bos, weinig mensen. Als ik mensen tegenkom, ga ik er in de weienboog omheen. Mensen gaan vaak zelf al aan de kant. Dus allemaal veilig. Minimaal 4 meter in plaats van 1,5 meter. En nou, zo kom ik de dagen wel door. Over scoren gesproken. Ik voetbal nog steeds bij de Diepenveense Sportclub. Met VV Diepenveen. Ik ben voorzitter van DSC. Ik ben ook voorzitter van de voetbalvereniging. Ook daar merken we de gevolgen van de coronacrisis. De competitie is natuurlijk afgeblazen, maar we hebben ook het Gerfstoernooi moeten afzeggen. We hebben het jeugdkamp voor het eerst in jaren afgeblazen. Allemaal heel vervelend. We praten erover met het bestuur, wat we daar allemaal mee moeten. En dat doen we ook weer via de computer, Skype, virtueel. En dat gaat allemaal goed, voor iedereen nieuw. Mijn boodschap aan alle Diepenveeners, houd afstand, blijf gezond. En hopelijk zien we elkaar na de zomer allemaal weer gezond en wel.